sinds mijn laatste webles over hoe maak ik grafiek in google spreadsheet is google spreadsheet wel een beetje veranderd en daarom dat het ook tijd werd voor een nieuwe uh, filmpje een nieuwe webles over hoe maak ik een goede natuurkunde grafiek in google spreadsheet en het makkelijkste is om te beginnen met een goede tabel en ik heb hier al een tabel gemaakt van een, uh, een proefje wat ik heb uitgevoerd waarbij ik uh, kracht heb uitgeoefend op een veertje en de uitrekking van het veertje heb gemeten. En ik wil nu een grafiek gaan maken waarbij ik de uitrekking uitzet tegen de kracht. De waarden heb ik ingevuld. Ik ga de grafiek invoegen. En het heet het diagram bij Google Spreadsheet. En ik krijg als eerste vraag: wat voor soort diagram wil ik gaan tekenen? En eigenlijk hoef je daar niet over na te denken wat bij natuurkunde. maken we altijd dezelfde soorten diagrammen. Dat zijn namelijk spreidingsdiagrammen. Nu moet ik ook de x- en de y-grootheid aangeven. Nou, wat ze in Google Spreadsheet reeks noemen, dat is de waarde die je op de y-as wil hebben. En de x-as ja, die spreekt natuurlijk voor zich. Kolom A wil ik op de x-as. En dan heb ik eigenlijk al vrij snel heb ik mijn grafiek te pakken. Let er altijd op dat je het onderste blokje in jouw keuzemenu aan hebt staan. Het ene onderste blokje kun je ook aanzetten. Uh, maakt er niet zo heel veel uit, zoals je ziet. Uh, en we gaan verder, want we zijn natuurlijk nog lang niet klaar. Want uh, nu hebben we eigenlijk de, uh, het diagram ingesteld. En nu gaan we naar de rechterkeuze in onze Diagram-Editor. We gaan aanpassen. En we gaan beginnen met uh, iets heel belangrijks. Dat is namelijk zorgen dat er altijd uh, de goede uh, grootheden op de x en de y al staan. En ik ga die hier kiezen. Ik ga de titel van de horizontale as kiezen. En daar ga ik. Uh, Inzetten dat ik hier heb uitgezet de kracht in newtons En je ziet het ook meteen uh, uh, dat het meteen zichtbaar wordt. Als je nou zegt ik wil het wat groter hebben, dan kun je dat hier uh, doen bij lettertype. Kun je bijvoorbeeld 20 kiezen en dan wordt het wat duidelijker afhankelijk van hoe groot je jouw grafiek maakt. Want als je je grafiek hier groter trekt, dan uh, verandert het uh, lettertype niet. Dus op een gegeven moment zou het kunnen dat je te klein lettertype hebt. Nou, eventjes netjes de eieren als ook doen uitrekking in uh, centimeters en die zet ik dan ook even op 20 dan uh, zijn ze even groot oké okay, ik heb nou iets belangrijks heb ik al wel uh, heb ik voor elkaar ik heb uh, de graf mijn grafiek getekend ik heb de grootheden erop gezet um, wat kan ik nou nog meer wat is nog meer van belang nou het zou kunnen in dit geval is het eigenlijk in een keer goed maar het zou kunnen dat je de grafiek anders wil weergeven op, op de x- of op de y-assen. En dat kun je eigenlijk heel snel doen door uh, op een getalletje te gaan staan op een van beide assen, te dubbelklikken, Opent automatisch hier het menu. En dan kun je hier bijvoorbeeld kiezen uh, welke minimumwaarde en welke maximumwaarde je wil uh, laten zien in je grafiek. Stel dat ik hier een maximumwaarde van 2 pak, bijvoorbeeld. Dan zie je meteen dat mijn grafiek uh, eigenlijk inzoomt en dat ik alleen de waarde tussen de 0 en de 2. Newton op de x-as eh, krijg. Nou, als je dat gewoon weer weghaalt krijg je weer alle meetwaarden. Dit kan soms handig zijn wanneer je bijvoorbeeld een grafiek hebt waarbij de oorsprong niet zichtbaar is. En eh, Vaak is het wel toch wel handig dat je de oorsprong zichtbaar maakt eh, en dan kun je dus de assen aanpassen zo dat eh, de minimumwaarde op de x- of op de y-as dat die dan eh, ook 0 is. Maar zoals ik al zei hier is hij eigenlijk in één keer goed dus zijn we ook vrij snel klaar daarmee. Uh, de volgende is, uh, dat is ook wel aardig om te zien, het zou kunnen dat je gebruik wil maken van de schaalfactor. Uh, en wat houdt het in? Nou stel dat, je, dat ik hier uh, krachten zou hebben gemeten die in de orde van duizenden newtons zijn, dan uh, zou het uh, best wel aardig kunnen zijn om hier op de x-as te zetten kracht in kilonewton. Uh, en om ervoor te zorgen dat de getalletjes dan ook in kilonewton uh, de, uh, de juiste waarde aangeven, kan je bijvoorbeeld kiezen bij schaalfactor voor 1000. En dan zie je dat alle waarden die ik uitzet op de x-as duizend keer zo klein worden. Nou, nu is het natuurlijk onzin, dus ik zet hem op standaard. Uh, even kijken, mis ik nog iets? Ik zou ervoor kunnen kiezen om mijn grafiek nog een beetje duidelijker te maken, duidelijker uh, afleesbaar te maken door nog wat extra lijnen toe te voegen. Nou, dat kan met rasterlijnen. En dan kun je kiezen op de horizontale as en de verticale as kun je andere keuzes maken. Je kunt de primaire rasterlijnen eh, tekenen. Maar je zou ook bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om eh, extra secundaire rasterlijnen erbij te tekenen. Ik zal laten zien hoe dat eruit ziet. Ik zou, kan bijvoorbeeld kiezen voor twee secundaire rasterlijnen. En dan zie je dat er tussen elke hoofdlijn er twee extra lijntjes komen. Nou, als je dat op de horizontale en de verticale as doet dan kan het best zijn dat je grafiek er uh, wat mooier van wordt, wat beter afleesbaar van wordt. Het laatste wat ik je wil laten zien is uh, ook best wel uh, vaak wel belangrijk. Dat is namelijk dat je uh, wil laten zien dat er een lineair verband is in jouw uh, twee grootheden die je gemeten hebt. Uh, nu de meetwaarden je ziet, uh, ze liggen niet mooi op een rechte lijn, dat hoeft ook verder helemaal niet. Maar ik heb toch het sterke gevoel dat hier een lineair verband uh, te vinden is tussen de kracht en de uitrekking. Nu kun, kan ik uh, tegen Spreadsheet zeggen, nou trek hier maar eens de beste rechte lijn doorheen. En dat doe ik door op reeks te gaan en dan een stukje naar beneden te scrollen en dan hier op trendlijn te klikken. En uh, als ik op trendlijn klik en ik kies voor lineair, dan trekt uh, Spreadsheet een zo goed mogelijke rechte lijn door mijn meetwaarde. Je zou ervoor kunnen kiezen om andere soorten uh, verbanden te, te gaan uh, uh, plotten. Bijvoorbeeld een machtreeks of zo. Uh, maar eigenlijk, eigenlijk maak je daar nooit gebruik van. Eigenlijk, als je zo'n grafiek maakt bij Natuurkunde. en je wil een uh, verband laten zien. dan is dat eigenlijk altijd een lineair verband. Het is je misschien opgevallen dat er uh, één meetpunt uh, lijkt te ontbreken. En die zit hier ergens. Ik zou verwachten dat hier een meetpunt zit. Ik kijk in mijn uh, tabel en dan zie ik dat ik uh, helemaal geen meetpunt mis maar er is wel iets misgegaan het is eigenlijk heb ik expres stuk gedaan er zit een, een klein foutje in um, ik heb een van mijn meetwaarden heb ik uh, geen komma bij gebruikt maar een punt en het probleem uh, wanneer je een punt aangeeft is dat spreadsheet het niet gaat herkennen als een getalletje dus ik maak even van de punt een komma en je ziet ook dat meteen hier dat meetpunt erbij komt um, en ik ben nu eigenlijk klaar. Ik heb een mooie grafiek gemaakt. Deze kan ik knippen en plakken. Deze kan ik gewoon presenteren. Maar ik wil je nog wel één extra dingetje laten zien. En dat is het volgende. Wat nu als ik meer dan één grafieklijn zichtbaar wil maken in mijn grafiek? Stel, ik heb ook nog een tweede veer gemeten. Ik heb hier even wat meetwaarden erbij gezet. Veer 2 Die is iets stijver want hij rekt minder uit bij dezelfde kracht. Dus ik heb een iets stijvere veer. En ik wil dat ook uitzetten in dezelfde grafiek. Uh, hoe kan ik dat dan doen? Nou, dan ga ik hier, klik ik weer op de grafiek, dan opent hier weer uh, de diagram editor en dan moet ik even terug naar instellen. En dan kan ik bij instellen zeggen, ja, wacht eens even, ik heb nog een reeks en die wil ik gaan toevoegen en dat is deze reeks. En dan zie je eigenlijk dat uh, je automatisch ook een tweede serie punten krijgt. Je ziet ook dat de legenda, die kun je zelf ook nog aanpassen als je wil, maar die kun je dan die breidt zich ook uit, daar krijg je ook nog vr 2 bij en zo is het dus mogelijk om meer dan één grafieklijnen aan te geven in jouw diagram. Ik heb alleen nog geen trendlijn in mijn tweede grafiek nou dan moet ik weer even terug naar aanpassen en naar reeks en dan zie je dat omdat ik nu een tweede grafieklijn heb gemaakt, een tweede serie meetpunten dat ik hier een extra keuze heb gekregen. Ik kan ook voor mijn VR2 kan ik, eh, apart gaan kiezen of ik daar een trendlijn voor wil laten tekenen. Nou, als ik dat dan doe, dan eh, zie je dat hij bij grafiek 2 zo loopt.